all you're needing. But it's be safe, always worth the fight. Oh, dat was echt gewoon zo vet. We speelden hem echt letterlijk voor het eerst dit nummer binnen de band toen Aart eigenlijk auditie kwam doen. Alsof we in een warm bad vielen. En er was zo'n magie op zo'n moment dat we direct besloten dat Aart eigenlijk niet meer weg mocht. Iedereen had zo'n wow, maar dit is hem. Ik dacht, Burgin is mijn band. Dit is het. Door dat nummer eigenlijk. Drie woorden. Amazing, amazing, amazing. Nee, oké, even zonder grappen. Warm. Magie. Toch wel het echte leven, nostalgisch. Als een dekentje. Schoenen uit, bank op en gewoon lekker, lekker dat gevoel. En gewoon rauwheid ook wel. Een mooie opbouw, het verhaal is goed. Ja, het zijn precies drie woorden. Nee, nee, niet vaak, nee. Want als ik in de auto zit, zit ik meestal vooraan. Dus waarschijnlijk rijden ze dan achter me. Nee, ik heb weinig last van beren op de weg. Nou, allereerst The Revenant, de film met Leonardo DiCaprio. Over een ontdekkingstocht, een levenstocht door de sneeuw. En uiteindelijk komt hij in gevecht met een beer. En die situatie heb ik eigenlijk gepakt als metafoor over hoe het leven soms kan zijn. En vooral alle tools eigenlijk die je meeneemt in je leven als opvoeding, karakter, stukje geloof misschien. Nou, iedereen verschillen eigenlijk die tools en die neem je mee in het gevecht met die beer. Eén zin uit het liedje vind ik heel mooi van is be safe, always worth the fight. Omdat ik ben echt iemand die niet in loondienst kan werken. Beetje gezonde naïviteit, waardoor je niet te snel bang bent voor nieuwe dingen en gewoon denkt, ah, oh, dat ga ik gewoon doen. Erop letten dat je jezelf ook niet vergeet, dus ook af en toe daarvoor even de tijd nemen. Een stukje eerlijkheid of zo, eerlijkheid naar anderen, maar ook naar jezelf. Vasthouden en doorzetten. Niet zomaar opgeven. Als ik zeg maar trouw blijf aan mezelf, dan merk ik dat ik mezelf echt het beste voel in alles wat ik doe en wat ik ben en wat ik zeg. You may be winning, but there's no win without a loss. Eekt, ja, een mooi eiland met heel veel mogelijkheden tot locaties in het bos, aan het water natuurlijk. En we mochten ook vuurtjes stoken. Oh. Dat is toch wel heel erg lekker. Dat is Burgin, hè. We hadden een boot nodig om al het spul daarheen te vervoeren en weer terug. Hij wou maar niet starten. Dat was al een drama. Op een gegeven moment startte die wel. Nou, dus wij snel alles naar de overkant doen. En toen wouden we weer terug en de motor was gewoon niet meer te starten. Dus moesten we met roeispanen moesten we 4 keer heen en weer om alle meuk weer terug te brengen. In het pikken donker. Racen tegen de avondklok. Ja, dat is natuurlijk een beetje de grootste kostenpost geworden, die motor. Niet gezien. Maar. Nee? Huh? Ja, wij hebben echt lang gezocht naar een perfect model voor deze clip. Zo'n stoere gast met een baard en gewoon cool haar. Wel iemand met wat karakter. Tada, Corné! Corné deed het heel erg goed. Topper, echt geweldig. Hij deed wat we vroegen en dan ook nog gewoon net even nog wat meer. Ja, zeker bij het voorwerk daarvan. Ik ging eerst lekker naar de markt 's ochtends. En dan heb ik lekker met die visboer 3 kwartier staan praten over wat is nou het meest realistisch visje en welke smaakt goed. Je moest ook aan zo'n stok, want het was allemaal nep. Corné kon er helemaal niks echt van. Ja, we hebben het geprobeerd, maar dat ging voor geen meter. Dus visje aan die stok en boven het vuur hangen. Ja, dan moest wel een handje geholpen worden. Nou, ik maak eigenlijk altijd een moodboard voor elke videoclip of grote optreden. Voor deze hebben we het beertje gevoeld, het was een beetje survivalen, dus het moest een beetje outdoor zijn. Camping shakies. Maar dan wel iets meer fancy, dus ik... Hey, jongen. Juist de toonsoort. Ik doe gewoon eigenlijk alles op gevoel. Ja, dat was eigenlijk gewoon super koud en nat en veel. Wachten. Het was eigenlijk gewoon precies de ontbering die ook in het nummer zit. Ja, we begonnen echt 's ochtend. Toen hadden we nog wat te doen. Nou, toen was het ongeveer 4, 5, 6, 7 uur lang Corné. Volgens mij hebben wij echt pas vanaf 's avonds 8 uur een keertje iets gedaan. Ja. Half uurtje en toen gaat het erop.
Wil jij als allereerst op de hoogte zijn van alles wat wij doen? Videoclips, optredens, nieuwe filmpjes. Word dan vooral een beurtje beurt. En jij krijgt als eerste alles in je mailbox. Ja!